Ik ben op zoek naar de Johan Cruijffbrug. Weet u waar die is? Johan Cruijffbrug? Nee, dat weet ik niet. Ik heb geen idee waar die is. Brug. Johan Cruijffbrug heb ik er nooit van gehoord. We hebben wel de Barry Hulshoffbrug en de Rinus Michelsbrug. En nog wel een paar in de Ruud Krol. Alles zit er nog op. Maar geen... Geen Johan Cruijffbrug. Helaas. Maar toch bestaat hij. De brug ligt verscholen tussen Esplanade de Meer en Anfield Road. Plekken waar Ajax ten tijde van Cruijff grote successen boekte. Maar zo groot was de man, zo klein is de brug. Dag heren. Ik heb de Johan Cruijffbrug gevonden. Mooi. Hij ligt hier dus, toch? Ja. Waar is dat die eerste? Onderzoeksjournalistiek, hè, dit? Dat is heel goed. Nou, ja, daar zijn jullie er ook voor. Eigenlijk moet u zich een beetje schamen. Eigenlijk wel. Maar ja, ik moet er ook eerlijk bij zeggen, ik vind het ook een beetje een lullige bruggen voor al die sterren die in die tijd bij Ajax hebben gespeeld. Maar dit zijn dus niet de enige Amsterdammers die hun huiswerk niet gedaan hebben. Weet u over welke brug u zojuist heen bent gefietst? Zeker weet ik dat. Joannesiusbrug. Of niet? Nee, is die daar ook? Ik vind de Ramzootje, die andere ook, aan de andere kant. Dus. Wat vindt u, verdient hij een groter gebaar? Hoe bedoel je? Groter dan deze houten brug hier? Nou, ik denk het wel, ja. Want ik wil mijn naam hier ook niet op hebben. Jawel. Hoe ziet nou de ideale Johan Cruijffbrug eruit? Van wat voor materiaal mag dat zijn? Beton. Beton. Ja, want de Rijna is ook van beton. Dat is Betondorp. En dan komt het Betondorp.